Uitgekozen. Goed voor de kuitjes. Nou, deze pieken zijn heftiger, kan ik je vertellen. We hebben twee keer een oude bus omgebouwd tot camper. Nou ja, camper. Metalen tent. We hebben rondgezworven. Daarvoor was het altijd met een personenauto en een tentje. Gewoon zwerven. Maar vanaf 2001 zijn we dus gaan fietsen. En hier in Duitsland was het niet mogelijk om te wild kamperen, maar in Zweden hebben we dat natuurlijk wel gedaan een aantal jaren. Totdat we ons huisje kochten in Zweden. Ik ben al nooit zo hoog geweest dat ik op windmolens heb neergekeken. Niet te geloven hier. Nou, we gaan een stukje wandelen. Thank you.
idee. Wat is het dan? Nee? Hij is gek op die drone. Hij blaft nooit. Als dat ding de lucht in gaat. Maar die zit dan, gozertje. Ja. On top of die mountain. 1206 meter hoog, geloof ik. Heel rustig geweest vannacht. Geen kip gehoord. Wel koud, volle maan. Maar nu is het echt korte broeken weer. Heerlijk. Zo, dag Kandelberg. Wie weet, tot weer ziens. Maar dat weten we nooit natuurlijk. Dit hadden we ook niet verwacht na 15 jaar. Maar het was wel leuk. Het was wel gaaf. Ik wil niet veel zeggen, maar er ligt hier dus gewoon nog sneeuw. Zo'n pril is de lente. Het was een leuk, stil, rustiekje. En de croissantjes waren lekker.